John, een leuk team heb jij, zeg? Nou ja, ja het, is, het is niet alleen een leuk team, het is ook een heel goed team. En um, ja, wat steeds um, beter, dat is ook logisch, hoe, hoe verder je komt, hoe langer je met elkaar samenspeelt, hoe meer vertrouwen, maar ook automatisme je ziet. En um, ja, we kunnen, dat, dat hebben we vorige week ook laten zien ah, na valse start. Vandaag krijg je weer een teleurstelling dat je niet voor staat. Ik vind het jammer, want we hebben de eerste helft echt goed gespeeld en heel veel kansen gecreëerd. Uh, het was niet in de uitslag op dat moment merkbaar. Maar nou, we hebben wel een team wat uh, heel veel geloof in, uh, in de manier van spelen hebben. Uh, heel veel geloof in de individuele kwaliteiten ten opzichte van elkaar. En dan, uh, ja, dan kun je wedstrijden als dit spelen. En dan is het als trainer uh, leuk van de kant om, uh, om dit te constateren. Waar komt dat lef opportunisme vandaan? Ja, je moet, je moet gewoon durven. En zeker als je. Uh, kijk, uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de jongens. Als je dat hebt. En dan is het aan ons en niet alleen aan mij met de staf en, en de jongens om daar een, ja, een mooi geheel van te maken. En ja, dan zie je dat als je dat op deze manier brengt, dat uh, eigenlijk iedereen tevreden is. Ik ben tevreden, de jongens, maar zeker ook de supporters. En ja, dat is toch waarvoor je, vind ik, naar het stadion gaat. En zolang wij uh, op deze manier ja, de mensen kunnen vermaken, dan, uh, nou, dan blijven wij goed bezig. Maar wat zegt het inderdaad over de, de weerstand van jouw ploeg? Want bij Ado, terugkomen van een achterstand vandaag weer. Nee, maar het gaat altijd om, uh, kijk, als je, bij ADO zaten we niet in de wedstrijd. Ik vond dat we hier vandaag wel heel goed in de wedstrijd zijn. En het was wachten op en ja, uiteindelijk moet dan wel die goal vallen. Ja, dat is natuurlijk een lekker moment, direct naar rust en, en gelijk die penalty eroverheen. En dan, ja, dan speel je eigenlijk een gewonnen wedstrijd. En, ja, dat hebben we gewoon zelf afgedwongen en daar hebben we niemand voor nodig gehad. Daar kunnen ze alleen maar zichzelf voor op de borst slaan. En uiteindelijk, wat ik zeg, is, het, is dat mooi en is dat lekker. Maar dit is het begin om, om, om ja, nog langer, want we hebben niet 90 minuten. We zitten nu denk ik op, misschien op 70 minuten van de wedstrijd. En dat zijn alweer mooie uitdagingen. Ja, je had de weg van de kleedkamer naar de dugout nog niet gemaakt. Of was het stond tot 2-1? Nee, ik zat er wel Ik zat er wel. Dus, nee, maar dat zeg ik, dat is mooi als dat op deze manier tot stand komt. En nu, volgende week Feyenoord. Hoe, hoe moet je er nou gaan spelen? Plaats Feyenoord en nu tegen in perspectief. Nee, maar je analyseert elke tegenstander en uh, vanuit dat uh, maak je een plan met staf. En dan pak je die jongens bij om, uh, om uiteindelijk tot iets te komen. En uh, ja, we hebben nu deze wedstrijd gespeeld. Ik, ik ben echt niet bezig met de volgende wedstrijd. Feyenoord heeft eerst nog een Europese wedstrijd, verplichting die ze hebben. En uh, ja, we zien het wel. We moeten daar nu nog niet uh, aan denken. Het gaat nu om PEC en ja, die hebben we in de tas. Ik ben echt nieuwsgierig of uh, Utrecht uh, volgende week weer zo voor de dag komt. Ja. Ik ook.